als je het stadje nadert vanuit het westen, kun je dit niet over het hoofd zien. Maar voordat we een bezoek brengen aan het kasteel, gaan we eerst de stad in en lopen in de richting van de rivier de Our. Achter de huizen is nog een deel te zien van de oude stadsmuur. Links staat een toren die vroeger dienst deed als gevangenis. Dit is het oudste deel van de stad, gebouwd in een kloof welke tussen het kasteel en de rivier is gelegen. Het is een klein stadje met maar 1600 inwoners, maar dat geldt niet tijdens de zomer, want dan is het te druk. Vroeger was dit de hele stad, met bewoners die afhankelijk of dienstbaar waren aan de heren van het kasteel. In het midden van de Grand Rue, oftewel de Grote Straat, vinden we deze tweebeukige gotische parochiekerk en een klooster waar tegenwoordig senioren wonen. Naast de kerk is het hotel waar wij verbleven. Het is een van de vele hotels die in Vianden te vinden zijn. Als je links het straatje inloopt, naast het hotel, dan zie je een deurtje, welke toegang geeft tot de omloop van de kloostertuin. Een plaats om even tot rust te komen. Als we verder lopen richting rivier, komen we langs het stadhuis. Later is de stad verder uitgebreid aan de overzijde van de rivier. Het kasteel, dominant boven het stadje. Laten we daar eens gaan kijken. Het eerste kasteel is men gaan bouwen in de 11e eeuw op de resten van een Romeins bouwwerk. Tot de 15e eeuw was het de woning van de machtige graven van Vianden. Daarna erfde het Duitse huis Nassau de graafschap en het kasteel. In 1530 werd het Frans vorstendom Oranje ingelijfd. Zie daar de link met het Nederlands vorstenhuis, Oranje-Nassau. Er is in de loop der eeuwen veel gebouwd en verbouwd, vervallen of verwoest door geweld. In 1977 kwam het kasteel in handen van de staat Luxemburg en is toen in oude glorie hersteld. Het resultaat daarvan gaan we nu bekijken. We zijn nu in het gedeelte met de naam Het Kleine Paleis, met de banketzaal die nu wordt gebruikt voor vergaderingen. Deze is voorzien van een open haard die is gebouwd in de 15e eeuw. De kapel bestaat uit een boven- en een benedendeel.
Hier in de bovenkapel zaten de kasteelheren. De benedenkapel deed vroeger dienst als parochiekerk voor vianden, totdat ze een eigen kerk kregen. Het binnenhof is een groot dakterras waar je een mooi uitzicht hebt over de omgeving van het kasteel. Dit is een deel van de ramen van de Byzantijnse galerij. Ernaast is de slaapkamer met dit hemelbed. Het is van oorsprong Frans, uit Dijon en gemaakt eind 17e eeuw. En het water werd uit de put gehaald. Deze werd in de 11e eeuw gegraven en is 53 meter diep. We gaan weer naar buiten en lopen om het kasteel heen. Tijdens de Dertigjarige Oorlog is aan de noordkant van het kasteel dit bolwerk gebouwd. Dat was rond 1610. 90 jaar later is de Zwarte Toren ingestort door een aardbeving. In 1930 is een gedeelte herbouwd. Onder het gebouw bevinden zich grote kelders, waarvan dit een van de toegangen is. En zo komen we weer bij de ingang van het eigenlijke kasteel. We gaan terug naar het stadje en lopen naar de overzijde van de rivier. En als je bergen hebt en toeristen, dan komt er vanzelf een kabelbaan. Je kunt van hieruit naar beneden lopen. Het blijft leuk om vanaf een hoog punt rond te kijken.
Het kerkje lijkt wel erg klein voor zo'n stuwdam. We verlaten Vianden waar we begonnen zijn, bij het kasteel.